Welkom bij Nita! De winnaars van Ajax PSV zijn deze twee. Dus deze twee mogen dus speciaal mee achter de man staat de camera. Ik ga ons nu vertellen wat het verhaal is. Dit verhaal gaat over regen. Regen. Een vrouw ging met zijn kind in een bos toelopen. Waar was dit gebeurd en hoe wanneer was dit gebeurd? Zo, waar ging het verhaal over? Het ging dus over iemand met... Had die paraplu? Ja! Zo, ging het hard regenen? Ja! Zo, regen. Oh, een storm! Ja! Zo, waren ze in huis? Nee, ze waren niet in huis. Gingen ze van huis ergens naartoe? Ja! Zo, deed hij dus bijvoorbeeld, was het dus, ze had een paraplu. Had die meisje laars aan? Ja! Was hij 12? Ja! Ja! En zo, hij vind ik een moeilijke. Ja, vind ik ook. Daar moet je ook niet in geloven. Maar ik weet hem. Weet jij hem? Ja, ik weet hem 100% zeker. Dus, wacht even. Die vrouw ging met zijn dochter dus. Welke vraag moet je nou weer stellen, joh? Deze is zo moeilijk. Ja, maar weet je, Lucas, soms gaat het wel iets beter. Had hij mij schrokken? Ja! Was het meteen bij afscheid nemen bestaat niet? Nee! Was absoluut niet. Want je zag toch bij afscheid nemen bestaat niet, zag je toch een meisje met Marco Borsato natuurlijk in de regen lopen. Kom als de wind als je die niet voelt en de regen, ja. Vind ik moeilijk. Nee, ik weet hem. Ja, luister. Ze gingen, het was regenen, het was oktober, het was herfst, het was koud. Ze deden een jas aan, ze gingen naar buiten, het regende hard. Boom. De storm kwam er en zij liep in het bos. Er was storm! En ze liep in het bos. Omdat er storm was, ging het keihard regenen, waren ze nat en moesten ze gelijk naar huis. Gefeliciteerd. Leuk haar ook. Ga ze op los. Later.